is wel heel spannend allemaal. En nou, rode lopen hier en openingsgala. Het is echt feest. En het is altijd wel leuk als er een feestje is en iedereen goed gekleed daarvoor. Dus we gaan er straks goed voor zitten in de zaal. Ja. Meneer Handewijk. Goedenavond. Nou, festivaldirecteur Leo Handewijk. Het is nog niet zo ver. De rode loper is net eigenlijk gestart. Ja. Hoe voelt het? Heel goed. Het ziet er prachtig uit. De zon is net doorgebroken. Begin van een fantastisch festival. En het wordt een geweldig festival. Is het niet een beetje, heel klein beetje anders omdat het een koninklijke première is? Ja, natuurlijk is het iets anders. Er zijn wat procedures in acht genomen. Iedereen moet voor 7:50 in de zalen zitten. Dat soort maatregelen, maar dat mag de pret niet drukken. Het wordt een mooi festival. Veel mooie films, ook weer veel films in de film- en literatuurcompetitie. Ja. 12 stuks. Mm-hmm. Gelukkig worden er nog steeds heel veel boeken verfilmd. Hè? Gelukkig wel. 25% ongeveer van alle films zijn gebaseerd op een literaire bron. En dat is goed voor het festival. We hebben 12 films in competitie. En dat is natuurlijk prachtig dat het een uniek thema blijft in de wereld eigenlijk. Want we zijn eigenlijk een van de weinige festivals die dit als thema heeft. En daarin onderscheiden we ons ook van andere festivals. En dat onderscheiden is heel belangrijk. Ja. En dit jaar ook weer een jury die 12 films gaat beoordelen. Hoe hard hebben ze gevochten dit jaar om erin te mogen? Heel hard. Maar ik heb een aantal beloftes gedaan in het verleden aan juryleden die nu in de jury zitten. En die zijn er heel blij mee. Ik heb ze net allemaal gesproken en gezien. En ze zijn allemaal gemotiveerd om de hele week fantastische films te gaan bekijken. Goed. Nou, ik zou zeggen succes vanavond. Ja, dankjewel. Dank u wel.